Hoe ziet het leven na de zaak eruit? Een serie interviews met en over ondernemers die hun zaak hebben verkocht. Over alle ups en downs en dingen die ze volgende keer anders zouden doen. Ik zit hier met Marcel Broersma, die zijn bedrijf in 2006 verkocht. Marcel, van harte welkom. 2006, dat is alweer een tijdje geleden. Wat was dat voor een bedrijf? Dat was een detacheringsbedrijf. Ja. En multidisciplinair, dus IT'ers, financiële mensen. Oké. In de volle breedte? In de volle breedte. Ja. Toen ik 18 was, ben ik bij Randstad begonnen. Ja. Het uitzendbureau. 12 jaar later, na ook nog een studie bedrijfskunde te hebben afgerond, dacht ik, goh, dat lijkt me leuk om dat zelf te kunnen. In één jaar tijd groeiden we van 0 of 2 mensen. Groeiden we naar 100 man en een jaar later 250 man. We zijn in 2002 op een haar na failliet gegaan. En toen hebben we eigenlijk, toen kregen we door dat dingen ook kapot kunnen. Hmm. En ja, dat klinkt een beetje onnozel. Tot die tijd hebben we er nooit rekening mee gehouden dat we om wat voor reden ook dat het bedrijf failliet kon gaan of dat het zou kunnen stoppen. Het ging als een dolle gewoon. Ja. Als ik echt kijk naar het verkoopproces, dan was dat relatief snel. Ik denk dat dat met een maand of 5 in kan en kruiken was. Okay. Ik denk wel dat wij daarvoor al echt een soort verkoopplan in ons hoofd hadden. Al vrij snel werd mij duidelijk dat dat die fusie geen fusie werd. Nee. Maar dat daar toch een aantal dingen begonnen te schuren. En dat leidde er voor mij toe dat ik zei van dit wil ik niet meer. Dat ik afscheid ging nemen. Hoeveel tijd daarna heb je het dan over? Dat is een maand of 5. Er waren 3 kapiteins op 1 schip. En laat ik maar zo formuleren. Dat was in ieder geval 1 te veel, maar ik denk wel 2 te veel. Ik zie een onderneming als je kindje. Ja. En dat je met heel veel passie en heel veel zorg groot probeert te brengen. Laten we zeggen, het eerste wat mij gebeurde is dat ik gewoon toch wel geëmotioneerd afscheid nam. Binnen 5 maanden of binnen een half jaar? Binnen van je kindje. Ja. Dus laten we zeggen, ik ging met mijn plant en mijn doos ging naar de auto met toch redelijk dikke ogen, tranen in mijn ogen. Ja. Weg. Ik heb toen ook heel stoer geroepen van ik ga nu een jaar lang niks meer doen. Wat er vooral spectaculair was, is dat ik opeens thuis was. Papa was in één keer thuis. En opeens had ik helemaal niks meer om handen. Zat je in één keer het systeem thuis een beetje helemaal door de war te gooien? Ik maakte altijd de flauwe grap over dat ik KPI's ging opstellen voor mijn vrouw, de werkster, de tuinman, de strijkster, de kinderen uiteraard. En laten we zeggen, daar word je niet zomaar leuker van. Ik wilde bijvoorbeeld niet nog een keer zo'n soort stap maken. Dus weer een detacheringsbedrijf oprichten, op het zeepkistje gaan staan en voor de troepen en dan gaan we weer. Een bevriende ondernemer, die ook een goede vriend van mij geworden is, die belde mij op een gegeven moment op. Die zei, goh, ik heb een detacheringsbedrijf, financieel detacheringsbedrijf. En dat groeit, maar dat moet harder groeien. Zou jij het wat vinden om bij mij in de raad van advies te komen? Dus begon ik eerst heel hard te lachen. Ik zei, ik was vrij jong, ik was 38. Ik ben niet kaal, ik ben niet grijs. Ik weet het niet, maar dat lijkt me iets voor oudere mensen. Ja. Maar hij is een redelijk overtuigend persoon. Dus hij zei tegen mij van, draai nou een middagje mee, dan kan je kijken of je dat vindt. En dat vond ik fantastisch. Toen dacht ik, jeetje man, dit is het. Dus ik reed weg en ik denk, hier ga ik er 5 van doen. Dat is een beetje hoe ik in elkaar zit. En dat was ook binnen een paar maanden, was dat zo. Ja. Dus binnen een paar maanden had ik een aantal bedrijven die ik adviseerde. Zelfs ook 1 of 2 waar ik een belang in had. Toen ben ik met een studievriend van mij, Guido Manger, ben ik naar Berlijn gegaan. Wij gingen elke 3, 4 maanden gingen we ergens naartoe. Dat doen we nog steeds. En hij had net geprobeerd een management buy-out te doen bij een onderdeel van Getronics. Mm-hmm. Dat was mislukt. Mm-hmm. Dus hij was helemaal teleurgesteld. Mm-hmm. En ik had zoiets van, waar kijk ik nou tegenaan? Hoe ga ik dat nou doen? En al pratend reden wij naar Berlijn. We hebben daar gezegd wat gegeten, gedronken. En vervolgens reden we terug naar Nederland. Hebben we elkaar een hand gegeven. En toen zijn wij Peak Value begonnen. Wat de kern van ons bedrijf is, dat wij ondernemers harder helpen groeien dan ze zelf kunnen. Met de handen de mouwen opgerold en de handen uit de mouwen. En dat is wat je in je adviestaken zeg maar merkte, hoe tof je dat vond. Precies, van daar moet ik dan een onderneming omheen bouwen. Ja. Zodat het wat meer wordt dan dan alleen maar losse adviestaakjes. Ja, niet alleen een rapportje inleveren, maar gewoon ook gas geven. Wat we proberen te doen is uurtje factuurtje. Ja. We hebben een product, foto van de toekomst. De naam zegt al een beetje. Advies. Alleen dan kom je soms bedrijven tegen dat je denkt, hé, dit is hem. Hmm.
En dan, als het wederzijds klikt, dan investeren we in zo'n bedrijf. Oké. Okay. En minderheid, dan, meerderheid, heb je daar een filosofie altijd op? Altijd een minderheid. Okay. We willen niet de sleutels overnemen. Ik denk dat de relatie met je bank als ondernemer heel belangrijk is. En ook in de verschillende groeifases die je doormaakt. Met name daarin heb ik nog eens wat hiccups ervaren. En daarom zou ik zeggen, je moet in ieder geval heel veel tijd investeren in de relatie met je bank. Ja. En toevallig als ik dan kijk naar het verkoopmoment, in ons geval zeg ik ja, het was een beursgenoteerde bedrijf. En daarmee, dat ging dan relatief soepel. Zeg. Ja, ik kan me voorstellen. Ik dank je voor het delen van dit prachtige ondernemersverhaal. En ik wens je heel veel succes met wat je allemaal nog gaat doen de komende jaren. Dank je wel. En dank je wel voor het kijken naar dit gesprek. En mocht je dit luisteren als podcast, dank je wel voor het luisteren. Dag. Dit was een interview met Marcel Broersma uit de serie Leven na de zaak. Aangeboden door de experts ondernemersvermogen van ABN AMRO Mees Pierson. Wilt u weten wat de experts ondernemersvermogen voor u kunnen betekenen? Ga dan naar abnamromeespierson.nl en maak een afspraak.